Arjen Robben er altijd. Die liep heel veel warm in de kleedkamer zo. Ja, deed hij al 2 uur voor de wedstrijd. Ja, zo, daar kwam Jari de hele tijd, toch? Ja, ja, was hij al bezig. Jari ook, Jari niet, man. Die ging altijd op de dag van de wedstrijd. 'S Ochtends ging hij naar het bos, want ging hij rennen. Ja, maar dat was 's ochtends. Ja, gewoon op de wedstrijddag, hè? Ja, maar ja, ging hij gewoon het bos even. Robben die deed dat gewoon echt op het moment dat wij aankwamen met de bus in het stadion. En dan 2 uur... En dan liep hij als eerste, rende hij uit die bus. Tasje om zo en dan... Ja, de kleedkamer in, heel strak, weet je dat slim fit gebeurt. Oh, ja, ja. Hotpants. En dan ging hij beginnen. En dan gingen wij nog een bakje koffie pakken. En dan liepen we een beetje het veld op. En dan gingen we een beetje kijken hoe of wat. En een muziekje erbij. Ja. En dan was hij al bezig, hoor. Ja. Dan stond hij eerst in de douche, daarna op de gang. En daarna in de kleedkamer, nee. Ja. En, ja, dat had hij, had hij nodig. Ja, was zijn gevoel, ja, 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 had hij nodig. Ja. Daar hebben jullie hem ook wel een beetje mee geduld, of helemaal niet. Ja, wat denk jij nou? Ja. Ja, maar bloedfanatiek, hè? Zo door die gangen heen en zo. Koptelefoon op. Niemand wilde die wat te maken hebben. Ja, dat was gewoon zijn mentale voorbereiding op de wedstrijd. Ja. Was hij Van Bommel wel een beetje ontspannen? Of was hij ook, ja, die was altijd wel ontspannen. Hmm. Ja. Hij was eigenlijk echt de enige die dat zo deed. Maar ja, hij heeft een fantastische carrière gehad ook, toch? Ja. Ja. Maar je denkt, dus met zo'n club kan je niet zo vaak daarom dat ze misschien ook plezier. Ja, misschien was hij wel, weet je wat, te veel ermee bezig. Mm. Dat kan ook, hè? Ja. Lichaam was op als hij begon. Ja, nee, ja, dat zelf gedaan. Ja, maar dat heb ik ook maar wel tegen hem gezegd. Dat heb ik wel eens tegen hem gezegd. Ik zeg, kom fiets, ja. Ja, en ik zeg, zou je niet even wat rustiger doen? Ja. We moeten op 1,5 uur beginnen pas. Ja. Maar ja, hing je in de touwen. Ja, hij vond dat helemaal zijn ding. En met elastiek en dan stond hij bewegingen te maken. Ik had een andere voorbereiding. Ja, nee.